Hoi, ik ben Manon. En ik ben Charlotte. En in deze video gaan we je alles vertellen over halfautomatische koffiemachines, oftewel pistolmachines. We laten zien hoe je hem gebruiksklaar maakt, we geven je tips en tricks over de pistolmachine en hoe je hem moet onderhouden. Nou, voordat je aan de slag gaat met koffie zetten, moet je je machine eerst gebruiksklaar maken. We hebben hier deze pistolmachine als voorbeeld, maar het verschilt echt per model hoe je dat precies moet doen. Dus raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw machine. Je moet hem in elk geval eerst uitpakken, alle folietjes eraf halen, eventuele kartonnetjes eruit. En dan ga je je waterreservoir omspoelen en helemaal vullen. En dan ga je je machine door laten spoelen. En in de handleiding staat dus precies hoe dat moet. Je kan ook een waterfilter installeren in het waterreservoir en daarnaast de waterhardheid aanpassen. Dit kan je ook in de handleiding van je machine vinden. Nou, het leuke en ook wel het lastige aan een pistolmachine is dat je alles zelf in kunt stellen. Dat is fijn, want dan kan het helemaal naar jouw smaak ingesteld worden. Maar in het begin kan het ook nog wel even lastig zijn als je daarmee gaat spelen. Nou, voordat je dus koffie kan zetten, moet je je bonenreservoir vullen met koffie. Als je een geïntegreerde bonenmaler hebt, dan kan dat direct in de machine. Als je die niet hebt, dan raden wij aan om er een losse bonenmaler bij te kopen. Ja, want als je vers gemalen koffie zelf maakt, dan smaakt dat lekkerder. Je ruikt meer de verse koffie en het is lekkerder voor de aroma's. Met een pistolmachine zet je over het algemeen een espresso. Gooi je er een scheut warm water bij, dan maak je er een Americano van. En ga je aan de slag met de stoompijp, dan maak je er allerlei melkspecialiteiten van. Wij hebben de machine helemaal gebruiksklaar gemaakt en dan kunnen we nu een kopje koffie gaan zetten. We hebben het bonenreservoir gevuld. Deze heeft dus een geïntegreerde bonenmaler. Heb je die niet, dan kun je je bonen gaan malen in je losse bonenmaler. Als eerste begin je met het instellen van de maalgraad. En de maalgraad is eigenlijk hoe fijn je je koffieboon gaat malen. Dus het kan heel fijn zijn, maar dat kan ook heel grover zijn. En dat heeft ook heel veel invloed op de smaak. Ja, meestal staat er in de handleiding een beginpunt waarbij je je maalgraad kan instellen. Dus we raden ook zeker aan om die te gebruiken. En dan ja, is het een kwestie van proeven totdat jij bij je favoriete koffiesmaak bent gekomen. Smaakt je koffie wat bitter, dan raden we aan om je maalgraad wat grover te zetten. En smaakt de koffie wat zuurder, dan raden we aan om wat fijner te zetten. Yes. Nou, dan gaan wij een kopje koffie zetten. Als je je maalgraad hebt ingesteld, dan kun je ook nog de hoeveelheid koffie instellen. Dat doen we bij deze machine hier zo. En dan gaan we de koffie malen. Nou, als die gemalen is, dan ga je de koffie nog aanduwen. Wordt ook wel tempen genoemd. In deze machine zit een geïntegreerde temper, maar je kan dit ook zelf doen met een losse temper. Die zit er soms bij je machine of die kun je kopen. Nou, en dan komt dat er zo uit te zien. Nou, en dan doen we deze hier in, kopje eronder en op oké. Een kopje koffie wordt onder hoge druk gezet met een pistolmachine. Hierdoor ontstaat er een crème laag en je ziet ook hier het wijzertje omhoog gaan. Meestal wordt een koffietje onder 15 bar gezet. Dit kan ook verschillen, maar het is de bedoeling dat de bar hoog moet zijn. Anders krijg je niet een goede espresso uit je machine. Nou, nu hebben we een lekkere espresso en die gaan we omtoveren tot een melkspecialiteit. Nou, deze heeft hier een stoompijpje. Je hebt ook modellen met een automatische stoompijp. Maar als er zo'n stoompijpje bij zit, dan heb je zelf meer controle over bijvoorbeeld de dikte van het melkschuim en de temperatuur. En dan kun je dus ook echt aan de slag gaan met latte art. Want latte art is een figuurtje met jouw melkspecialiteit maken. Dus dat zie je wel eens voorbij komen met een hartje of een tulp. Laten we zien hoe dat moet. Als je aan de slag gaat met latte art, dan heb ik een paar tips voor je. De eerste tip is, vul het melkkannetje tot onderaan het tuutje of tot een streepje als dat in jouw melkkannetje staat aangegeven. Dat sissende geluid betekent dat er schuim op de melk komt. En met latte art wil je zeker een beetje schuim hebben, maar niet te veel. Dus op een gegeven moment doe ik de stoompijp echt in de melk om vooral de melk te verwarmen. Zodra je je hand niet meer tegen het kannetje aan kan houden, is jouw melk op de juiste temperatuur. Dus haal dan je hand weg en haal het kannetje onder de stoompijp vandaan. Ik haal de oneffenheden uit de melk en zorg dat de melk goed is gewalst. Hetzelfde als voor de espresso. Uh,
En ja, let op mijn skills en doe het na. Zo lukt het denk ik wel, toch? Ja, het is vooral ook even oefenen. Want ik heb deze machine nu een tijdje en ik kan het nog zeker niet zo goed als jij. Maar het gaat wel steeds beter. Dus wel leuk ook om mee te spelen. Zeker. Oefening baart kunst. Ja, absoluut. En het verschil met een gewone cappuccino? Bij een gewone cappuccino heb je meer schuim nodig. Dus je houdt de stoompijp langer op je melk. Dus je hoort langer dat sissende geluid. En zo creëer je dus gewoon meer schuim en krijg je ook de witte oppervlakte bovenop. Oké, nice. Nou Char, die cappuccino ziet er goed uit. Ja, zeker. Ik heb er zin in. Ja, dan gaan we zo even op drinken. Maar eerst hebben we nog een paar tips voor je voor het schoonhouden van je koffiemachine. Als eerste een belangrijke tip is, haal altijd meerdere doekjes erbij. In elk geval twee. Eentje om de koffiedingen mee schoon te maken. Zoals je filterdrager, die je ook altijd direct moet leegmaken en even droogmaken. En één doekje voor alles wat met melk te maken heeft. Dus om je stoompijpje gelijk mee schoon te maken en je melkkannetje. En doe dat echt, want dingen met melk kunnen echt best wel vies worden. Daarnaast ook belangrijk om altijd even door te spoelen als je klaar bent met koffie zetten en de lekbak te legen. Zorg inderdaad wat jij zei, dat je dit dagelijks bijhoudt en dan zijn er ook nog wat maandelijkse klusjes. Laten we beginnen met de zetgroep. We raden aan dat je die gewoon wekelijks of één keer per maand zeker schoonmaakt. Ja. En dus naast het doorspoelen ook nog extra schoonmaken. Ja. En daar had jij een leuke tip voor volgens mij. Ja, ik gebruik er altijd een tandenborstel voor. Omdat er toch nog altijd koffieboontjes blijven zitten of gemalen koffie. Dus als jij hem door laat lopen met je tanden en met een tandenborstel schoonmaakt, dan heb je dat ook gewoon goed gefixt. Daarnaast moet je de waterfilter eens in de zoveel maanden vervangen. Meestal eens in de 2 of 3 maanden. De machine ontkalken kan zomaar eens in het half jaar zijn. En de maalschijven van de koffiemolen ook eens in de zoveel maanden schoonmaken. Maar raadpleeg vooral hier je handleiding voor, want voor elke machine verschilt dat. Nou, dat was hem alweer. Al onze tips en tricks voor pistonmachines, oftewel halfautomatische machines. Mocht je nou nog vragen hebben, stel ze in de comments onder de video. En dan beantwoorden we die zo snel mogelijk voor je. En tot in de volgende. Doei!